Ja, nee, het gaat hartstikke goed. Ik zit heerlijk in mijn vel eigenlijk. En het nieuwe album doet het ontzettend goed. Nieuwe single slaat heel goed aan. En ja, we zijn volop lekker aan het optreden. We zitten natuurlijk in een fantastische periode. Ik bedoel, de zomerevenementen zijn allemaal weer volop aan de gang. En de campings en de braderieën. En ja, heerlijk gewoon. Ook de nieuwe single nu, ik schrijf je naam. Ja, iedereen zingt het mee. Mensen vragen erom. En dat, ja, dat geef je als een artiest zijnde toch wel een heel goed gevoel, ja. Ik ben nu 12 jaar bezig, of 11 jaar bezig. En als ik kijk wat ik in die 11 jaar tijd allemaal al heb mee mogen maken. En je leert steeds meer mensen kennen. En dat is ook leuk. Maar ik bedoel, overal waar je komt, het zijn toch heel veel dezelfde gezichten die je ziet. En ja, het heeft gewoon iets. En overal is het van hoi, hoi. Ja, super gewoon. Aan welke fan van jou zou je er groeten willen doen? Nou, dan kom ik toch terug op Etje. Dat is iemand die voor mij al, ja, toch al heel wat jaartjes ook heel veel doet. Ze heeft een fantastische mooie fansite gemaakt. En het maken van een fansite, zeg ik altijd, is nooit zo'n probleem. Maar het bijhouden ervan, er gaat zoveel tijd en energie in zitten. En ja, tot op de dag van vandaag houdt ze dat zo fantastisch bij. En daar ben ik heel trots op. Dus dan doe ik bij deze de groetjes aan Etje. Ja. Stel, je zou om wat voor reden dan ook niet meer op kunnen of willen treden. Wat zou je dan willen of kunnen doen? Nou, ik heb van kinds af aan altijd gezegd, ik kom uit een echte horecafamilie. Ik was heel druk bezig voor mijn horecapapier ook. Dus ja, een kroeg zit er allicht in. En ja, de laatste tijd hou ik me bezig met videoproducties naast het zingen. En ja, dat is eigenlijk hobbymatig, maar ik heb daar heel veel plezier in. Ik doe dat samen met een vriend van mij. En ja, dat begint nou ook een beetje leuk te lopen. Dus ja, eigenlijk tijd tekort voor alles.